Welkom, we gaan vandaag een weerstation maken, een mini weerstation met Arduino. En je ziet hier het LCD schermpje, dit is het resultaat wat ik vandaag heb gekregen. Je ziet dus 38%, dat is de luchtvochtigheid, 22,9 graden, was vrij warm in het leslokaal. En rechts zie je de maximum temperatuur en de minimum temperatuur op het moment dat ik ben gaan meten. Dat is uiteindelijk wat we als resultaat willen hebben. Nou, ik heb er de tijd over gedaan om dit voor elkaar te krijgen. Ik hoop dat door dit videootje het jou sneller lukt dan het mij gaat lukken. Vandaag ga ik knutselen met de Arduino. Dit is het kistje wat de leerlingen aangeboden krijgen. Wat ik heb besteld via Alibaba in bulk. Kijk, daar staan de dozen naast mijn basgitaar. Kunnen ze kopen voor 25 euro. Dan verdienen we er niks op. En als je dit in Nederland zou kopen, dan is het 60 euro, denk ik. Oké, vandaag een beetje knutselen. Kijken wat kunnen we hiermee doen. Het doel is om iets van een weerstation te maken. Waarmee ik de temperatuur meet, luchtvochtigheid meet. En dat soort dingen ook getoond worden op een LCD-schermpje. Ik laat ook even zien hoe je snel achter de juiste informatie kan komen. Dat vind ik belangrijk dat mijn leerlingen dat leren. Hoe ze zelf ook aan informatie kunnen komen. En dat ik niet alles kant-en-klaar geef. Maar als je deze video uitkijkt, dan zal het redelijk kant-en-klaar zijn. Hier zie je de uitwerking van deel 1. Dit is een afbeelding, die heb ik bij Bas van op Onteg. Bas Onteg, die moet je even opzoeken. Op YouTube maakt leuke filmpjes en daar zal ik zelf ook informatie vandaan halen om dit te maken. Dus dit is zijn schets, dit is de Arduino, dit is de bel van de school die je nu hoort. Dit is de meting van de temperatuur en de luchtvochtigheid in één, in die sensor. Die gaan we zo zoeken in de kit. Dit is ons LCD schermpje. Nou, dit is het schabloon hoe je dingen aan elkaar koppelt. Dat is dus een kwestie van nabouw. Vergeet niet de weerstand. Kijk, dit is het overzicht van Bas Onteg. Wat je nodig hebt om dit te gaan maken. Even kort. Hè. Je ziet daar die Arduino. Je ziet daar die meter, die zie je blauw. In het kistje bij ons ook, gaan we zo zien. Een weerstand, juist weerstand, draadjes, breadboard, de draadjes, nog een weerstand. Dit is ook een temperatuurmeter. Lekker simpel. Dit is iets waar we mogelijk niet in een button, gewoon een knopje. Om te resetten straks een LCD-scherm. En dat ziet er bij mij anders uit in mijn kistje. Gaan we even naar kijken. Oké, dit is dan de setup van het LCD-scherm. Volgens de tekening die we hebben gekozen. De volgende stap is dus die sensor. En daar zien we een 4-pins sensor. Dat is de TH22. Terwijl in ons pakketje zit een 3-pins sensor. Dat is de 11, de TH11 sensor. No problem, no worries. Want als je uiteindelijk naar het internet dan zoekt naar die 3-pins sensor. Hè, dit is dus de website op Arduino CC, de uitleg. Het belangrijkste is altijd natuurlijk het achterhalen waar staat welke pin voor. Dit is dus degene die wij hebben. En in deze pin, helaas, in dit dingetje in onze Alibaba set, staat niet aangegeven waar welke pin voor is. Dus ik laat even zien hoe we die toch werkende krijgen. Oké, vervolg. Ik heb ze aangesloten. Uitzoekend die DHT11 met die 3-pins sensor, waar ik niet kan, ja toch wel scherp kan stellen. Die heeft toch een S'je. Op het linkerpootje daar is een S'je. Dat kun je niet zien op de camera. Dus ik kon heel klein een S'je ontdekken. Dat betekent dat is het signaal. Het algemeen ga ik ervan uit dat de middelste de voltage is en de rechtste daarmee de ground.
Nou, dat is maar even testen of dat nu klopt. Die S staat in ieder geval voor signaal. Oké, dan zie je dus, dat is die meest linkse, daar zie je die witte draad, hè, die zit er op die lijn, die witte draad, en die gaat nu naar de 12 poort. Ja, dus een signaal. We moeten straks in de code wat mee doen. Dan zie je de middelste, daar zie je dan een weerstand eigenlijk, die daar stroom, via weerstand wordt daar stroom gegeven. En dan zie je hier, die weerstand is dan verbonden met die rode draad. En die rode draad is verbonden met onze plus. Ja? Dus dan zie je dat die middelste draad via weerstand verbonden is met de middelste pin. Dan hebben we vervolgens de min, nou, die zien we daar gewoon, de ground, die gaat dus daar naar deze min op het plaatje. En uiteindelijk in het plaatje deze min, die gaat naar de Arduino min. En dan de 5 volt, die gaat naar de plus op het plaatje. Als ik nu vervolgens de sketch van Bas on Tech laat, upload naar mijn Arduino. Nou, belangrijk dat je geen upload error krijgt onderin de console. Maar ik krijg wel een andere error. Hier in de code zit dus rood. Liquid Crystal Library. En wat te verwachten was, zegt die Liquid Crystal Library, die kent hij niet. Dus hij wil hier iets importeren, includen, wat nog niet bestaat. Dus ik moet eerst de bibliotheken even beheren in mijn Arduino. Zorgen dat die Liquid Crystal onderdeel is van mijn Arduino setup. Oké, nou, dat beheren doen we via hulpmiddelen bovenin. Dan krijg je bibliotheekbeheer te zien. En dan moeten we natuurlijk zoeken naar die Liquid Crystal. Hij is even bezig. Oké, dat is goed bezig. Het blijkt dat ik moet zoeken naar Liquid Crystal en dan I2C. En dan naar beneden scrollen. En deze hebben we nodig van Frank de Brabander. Die hebben we nodig. Versie de laatste installeren. En dan zou het goed moeten gaan. En dan gaat het inderdaad goed. De problem is nu. Nou ja, hij leest niks. Kijk, het LCD-schermpje gaat netjes aan. Dus dat werkt. Dat lijkt goed aangesloten te zijn. Maar hij krijgt dus geen signaal. Tenminste, niet een juist signaal van die temperatuursensor. 0 graden. Het probleem was uiteindelijk de aansluiting. Dus de afbeelding zoals we die hier zien, die is fout. De weerstand, de plus, laten we zo zeggen, de plus is niet direct verbonden met de middelste pol. Nu wel, en zo is die goed. Dan zit alsnog een weerstand tussen de pol en de datapin. Dus de pluspol en de datapin. En zo is het goed. Single the Diggles, hij werkt gewoon. Dus ik heb getest met die pinnen, maar ik had het wel goed. Die datapin is inderdaad waar de S staat van signaal. En de middelste is de voltage en de rechtse is de ground. Dat is belangrijk voor degene die zo'n kistje van mij hebben gekregen van Alibaba. Dus daar zit de DHT11 Humidity Temperature Sensor in. Nou, dan zie je nog een weerstand om die interferentie tussen die data en die volt tegen te gaan. Helemaal mooi, maar dan gaan we terug. Dit klopt wel, want dit is de luchtvochtigheid. Dit is helemaal niet de temperatuur. Dus 37 graden, 37%. So far, so good. Zo, luchtvochtigheid van 82. En dan gaat hij weer naar beneden. En dat is dan, kun je dus ook even testen of hij nog een signaal geeft door er even op te ademen. Gewoon even, lekker, even corona blazen. Zo, hoppakee. Ja, en dan gaat hij weer naar beneden. Bas on Tech die gebruikt als vervolgstap de one-wire temperatuursensor. Dat is dat zwarte dingetje dat je daar rechts van die witte humidity sensor ziet, die bij ons blauw is. Dan is dit het resultaat, min 127. En ik heb lang gegoogeld en gezocht en ik krijg geen ander resultaat dan dit. Het gaat dus om dat zwarte dingetje wat je daar ziet, rechts van die witte humidity sensor, die bij ons blauw is. Die is overbodig, omdat de humidity sensor, die heeft die vochtigheidssensor, die heeft in zich ook een temperatuurmeter. Het is alleen zaak dat we die ook gaan aansluiten op de Arduino, dat de Arduino die temperatuur leest.
Oké, dit werkt. Hij meet de luchtvochtigheid en de temperatuur. En dat komt omdat ik nu die temperatuur ook laat meten door dat blauwe dingetje daar. Wat onze hydrometer is. En daarmee dus ook een temperatuurmeter in één. En nu nog even die codes combineren, zodat dit ook zichtbaar wordt op dit schermpje. En dan is ons weerstation klaar. Oké, niet getreurd. Ik ontdekte, of ik bedacht me ineens, dat ik in Kroatië op een gegeven moment die luchtvochtigheidssensor aan de praat heb gekregen. Dat hij zowel de luchtvochtigheid als de temperatuur kon meten. En die gaf hij dan weer op een seriële monitor. Dus ik heb die code even opgezocht. Die is vrij simpel. Daar is de code. En toen denk ik van, ik kan natuurlijk die twee codes van die van Bas-Ontag, waarmee die dus de gegevens van die one-wire temperatuursensor produceert op het LCD-scherm. Dat moet ik dus vervangen door de code van deze DHT-sensor, die luchtvochtigheidssensor. Nou, dat blijkt niet zo makkelijk te zijn. Uiteindelijk is het wel gelukt en vooral even het aandacht voor het volgende. Je moet ten eerste zorgen dat je dus de juiste libraries importeert. Die OneWire library hebben we niet meer nodig. Die LCD library wel, die hadden we al geïmporteerd. En dan heb je die DHT library natuurlijk. Goed, elke library heeft een eigen set aan ingebouwde functies. En het is belangrijk als je een library importeert, dat je ook weet waar je de reference van die library kan vinden. Dat je weet welke functies kan ik gebruiken binnen die library. Nou, eventjes opzoeken en dan in DHT library zit de read temperature functie. En dat is eigenlijk de enige functie uit die library die we nu echt nodig hebben. Hij moet gewoon de temperatuur lezen die sensor meet. Nou, dat doen we door deze manier. Dus uiteindelijk in de code van Bas-Ontag, waar staat read temperature value. En daar stond een functie uit de OneWire library. Nou, dat heb ik vervangen door een functie uit de DHT library. Goed, er zijn meer dingen die ik moest aanpassen. Vooral de console in de gaten houden bij het compilen van je sketch. Dan krijg je ook zeker richtlijnen over hoe je het werkende krijgt. Geduld bewaren en goed kijken naar die console, uitwerken. En misschien lukt het je direct. Ik heb er even toch wel aardig wat tijd over gedaan. Ik zal deze code die uiteindelijk werkt, deze werkende code, zal ik onderaan dit videootje publiceren. Verder wens ik je succes.